Hi! Vandaag is het 24 december en dat betekent dat het vanavond kerstavond is! Ik heb echt, nu je dat zo zegt, denk ik... Oh ja, het ja. is kerstavond. Ja, ik heb nog helemaal niet het gevoel van kerst. Ik weet niet hoe het met jullie zit, zat, maar... Ik ook niet ja, echt. Nee, ik heb het nog niet echt, maar ik denk vanavond wel, want wat gingen we ook alweer doen? Ja, wij gaan samen... Kijk, sommige mensen krijgen een kerstpakket, maar wij zitten eigenlijk ondernemers, we krijgen niks. Ja, we moeten onszelf maar iets doen. Maar het voordeel, dacht ik ook nog daarvan, is dat je wel iets krijgt wat je tenminste leuk vindt. Ja, want je kan het zelf uitzoeken. We gaan naar de Gans, want Willemijn is er wel eens geweest. Dat is een wat luxe restaurant. Ik ben er nooit geweest in Groningen. Maar we gaan lekker, want daar de naam van de vlog namelijk een glansrijk glans. Einde, zeg maar. Dus we gaan vanavond daar eten en we gaan even kijken wat op de kaart zit. Ja, jongens, we gaan even kijken hier. We zitten nu klaar trouwens om een video op te nemen. Eens even zien. Oké, voorgerecht. Salade van wildzwijn, ham met abrikozenchutney. Of een romige briesoep met groene pesto. Ja, en ik kwam erachter dat deze dingetjes zijn vegetarisch. Waar oh ja. Voor oh ja. Wild bouillon met bospaddenstoelen en reepjes gekookte. Nee, gerookte. Zo, ik krijg dyslexie, man. Gok kalkoen. Ze krijgen wel al zijn Nou, in ieder geval. We gaan lekker teuten, want er gaat een wijnarrangement bij. Ik ben ook met de bus, dus... En ik ben lopend of op de fiets, dus dat komt ook goed. Ik heb er wel echt heel erg veel zin in. Ik en nu ik er zo over praat en het zie, denk ik, oh ja, gezellig, hè? En dan vieren we gewoon een beetje alles, het leven eigenlijk. Gewoon even gezellig weer met z'n tweeën, quality time. Lekker vooruitkijken in een nieuw jaar. En gewoon even wat leuks met z'n tweeën doen ter ere van het eind van het jaar. Dus eigenlijk onze laatste werkdag samen vandaag. Ga ik wel gek. Nou, dan ga ik je een week anderhalf missen. Oh. En als je altijd bij elkaar bent, is het wel opeens... zijn het Siamese tweeling. We zijn nog net niet zo aan elkaar vast. Anyway, we nemen jullie vandaag mee in de laatste werkdag. We gaan nu beginnen met het opnemen van... Ja, een video? De favorieten van het jaar van LLG is dat. Voor Two Women hebben we dat nu nog niet. Maar dat is voor ons wel een beetje het bewijs, bedenk ik nu, dat dit echt het einde van het jaar is. Ja. Dat is nou, dat nemen we altijd op de allerlaatste dag. Dus, bizar. Ja. In ieder geval, ik zag dat ik hem mismikte. Ik hoop dat het erop heeft gestaan. In ieder geval, kijk mee naar onze dag. Ja. Ik hoop dat het lukt. Volgens mij ook zo draaien. Lieverds, heel erg bedankt voor het leuke jaar. We hopen jullie weer te zien in 2015. En gelukkig nieuwjaar! Jongens, nou Tine wordt zuigen. Zou haar niet opeten, gekkie. Oh, hilarisch. Het waait overal heen. Martine die gaat de stof zuigen en ik ga ondertussen de video's bewerken. Het is echt, het zit overal. Het zit op de muren, het zit onder de kassen. Het zit overal. Je moet het over hebben voor de knaldaar. Ja. We gaan even snel dit stukje terugkijken. Even kijken. Wat heb ik wel benieuwd naar? Ja jongens, Inception dit. Dus we sluiten af. Ik hoop dat het lukt, volgens mij ook zo draaien. Lieverds, heel erg bedankt voor een leuke jaar. We hopen jullie te zien in 2015. Even bezig. Ik ben alvast deel van een artikel aan het typen en Willemijn is een hel van een video aan het bewerken. Ik ben er al drie kwartier mee bezig. Ik zit nog maar op een kwart. Oh ja. Dat is echt net te veel werk, maar het wordt wel heel erg leuk. Dat komt omdat we inderdaad de laatste tijd iets beter, hoe zeg je dat, beter? Ja, we proberen meer ons best te doen. Nou ja, dat is een grapje. Maar we proberen gewoon de video's toch iets mooier vorm te geven, beter te knippen. Gewoon professioneler aan te pakken. En dat kost wel duidelijk meer tijd. Maar wel met behoud van de nodige humor natuurlijk. Absoluut. Dus dat proberen we, maar zijn wel iets professioneler geworden. Dat kost gewoon meer werk, maar het is wel heel erg leuk om te doen. En we zijn ook heel trots op de videoweek die we net hebben gehad. Heel veel leuke reacties op gekregen. Ja, echt hele leuk inderdaad. En heel veel mensen van LLG kijken ook toe Wimmen, dus dankjewel daarvoor. Het wordt heel erg gewaardeerd, want we hebben echt heel veel tijd erin gestoken. Dus mooi om te zien dat jullie het ook zien. Jullie zijn lief. Ik krijg zo'n cadeautje, ik krijg zo'n cadeautje. Wat is het? Wat zeg ik die, zeg nou, ik die. Ik wil het weten. Er is een reclame. Morgen! Bijna! Nou, Lieve schat, je kan me natuurlijk al raden wat het is, want ik had al gevist wat ze wilde hebben.
Maar dit is natuurlijk ook onderdeel van het cadeau. Ja, ook leuk. Zij steekt ze er maar bovenop. Ah, ik dacht al. Leuk ze, die veren. Ja, pak maar dan. Ah, hoe moet het dan weer stijlen, hè? Dat weet ik nog beter. Nou, dat weet je vast wel iets leuks mee. Zolang Noah ze er maar niet kan pakken. Nee, daar zorg ik wel voor. Oh, dat is zo slecht aan uitpakken, jongen. Wel ik weet alleen niet hoe je dit straks naar huis moet vervoeren. Anders doe ik ze hierin. In de pakking zelf. Oh, ik zie je wel. Wacht even, die. Ja. Die gaat dus mis. Dit is ook al onderdeel van je cadeautje. Oh, jee, nu heb ik ze ook. Yes. Ja. Eindelijk. Jee, niemand had ze nog. Ja. Oh, en die leuke lepels. Oh, kijk nou. Ja. Allemaal mijn interieurstijl. Tada. Spullies van Life en Nuven. Dankjewel, lieve kusjes. Gefeliciteerd! Bijna! Man, 26! Oh, de verkeerde kant van de 20! Dat is wel heel erg! Wat jij eigenlijk? 27. En wanneer word jij dan 28? In juli. Oh ja, goed. Ga verdorie al richting de 30. Oude Bob, ja, jij gaat richting de 30. Ja. Ouwe, we gaan wel een groot feest houden. Ja, ik voel me nog hartstikke jong, hè. Ja, je bent zo oud als je hier voelt, zegt ze. Leuk man, superleuk. We hebben niet meer verzinnen hoe we het gaan stijlen. Nou, daar weet je wel wat leuks op. Ja, een verzinning, zonder een stoel of zo. Zo mensen, daar gaan we. In de noordwestelijke richting, hè, weet je nog? Ja, daar ben ik nooit zo goed in, maar ik weet wel waar het is. Het moet lukken. Zo, jongens, we gaan vandoor. Het is tijd voor ons uitje. Zin in. Ik ben echt blij met mijn cadeautjes, schat. Ik ga lekker die horentjes lekker aanzetten en die lepeltjes. Het wordt natuurlijk met de jaren moeilijker. Soms weten we het wel, zoals in New York gaf jij mij die tattoo. Dat was natuurlijk wel het ultieme cadeau op dat moment. Ja, op dat moment dacht ik gewoon, kijk, ik zou jou een deel ervan te geven. Ja, dus, maar als we dus sommige jaren... Het is best wel moeilijk om voor elkaar wat te verzinnen, want we hebben natuurlijk al zoveel. Nou weet je, het grappige was toen we nog niet zoveel make-up hadden. Ja. Toen was het heel leuk, want de kocht ik wel een keer naked 1. Dat ja, was ook helemaal en ik gross cult voor jou. Ja, dat was echt fantastisch inderdaad. Of een Too Faced palette, wat ik voor jou toen ook kreeg. Kijk, en nu zou ik haar het liefst een paar Charlotte Olympia's cadeau doen. Eerlijk is eerlijk, zoveel geld heb ik niet. Ja, ik zou wel, als ik echt zeg maar zo iemand zijn die echt knetterrijk zou zijn. En dat zou ik dan niet eens terugwachten van diegene. Nee. En dan zou ik dan wel gewoon nog een Lily kopen voor jou. Is toch leuk? Is toch enig? Het is toch wel, als je dat iemand cadeau zou kunnen doen. Dat zou wel echt maar ja, aan de andere kant, eerlijk is eerlijk. Met geld kun je dingen kopen, maar echte liefde dingen kun je niet betalen. Het is onbetaalbaar. Dus dat ja, hè. Nou, ik ben heel blij met deze cadeautjes. En het gaat ook om het gebaar. Nou jongens, tot zo. We zijn er. Oh, het ziet er echt nog super leeg uit. Ja, ik zou toch denken, 6 uur. Het is wel een beetje vroeg. Maar ja, we zijn gewoon na een werkdag gewoon... We hebben wel honger. Hè, we hebben wel honger, dus... Kan prima, ze waren open. Oh, het is echt nog helemaal leeg. Nou, het wordt feest. Even een schoenenwissel. Ja, ik ga het nu op mijn gimpen dus. Nou, wat gaan we nemen? Ik ga nemen de salade van wildzwijnham met abrikozenchutney. En daarna ga ik voor de gegrilde ossehaas. Mm. En dat nagerecht staat gewoon vast. En we doen er lekker bij passende wijntjes mee. Ja, wat neem jij? Nou, het enige wat ik anders neem is het voorgerecht. Ik neem zalm tartaar als voorgerecht. En het hoofdgerecht ook hetzelfde eigenlijk, op saus. This is the lifestyle of two women, two women. This is the lifestyle, yeah. Nou, we zitten een beetje het jaar te bespreken en we zeggen dat tegen elkaar, wat was het leukste dit jaar? Toen zaten we al in Goa, New York. Toen vroeg Martine. Ik zei, waar denk je nou als eerste aan als je New York in de mond neemt? Bird Dogs heb ik ook. Zegt hij, niet deze twee hele buurt op de rock. No, niet eens Times Square. Weet je wat het was? Dat warenhuis was gewoon zo indrukwekkend. Ja. Het was zo, gewoon het moment dat we ook over die afdeling liepen waar niemand was. En allemaal van die heel veel personeel. Ja. En zo, weet je, waar ben ik beland? Het was gewoon bijna onwerkelijk. Ja. Je ziet ons nog op die stoelen zitten, schoentjes passen en zo'n man die op gepaste afstand je dan als een prinses behandelt. Ja. En daar gaan we naar de muur kijken, zeg maar, waar gewoon niemand was. Nee. Ik echt denk, dat was sowieso niet. Proost. Proostie. Martine,
en ik wisselen van gerecht. Ik eet haar stoofpeertjes met rode kool en zij eet mijn ossenhaas. Echt zo. Why? Ik ga nu 5 tot 7 jaar in de rood. Oh ja, dat is rood vlees, ja. Ja. Nou, en mijn rode kool en mijn stoofpeertjes zijn zo lief. Cheesecake, appel de kaneelcake, meringue, verschillende soorten fruit en zwarte bessen. IJs. Ja, huisgemaakt. Heerlijk. Ik ga smullen. Die cheesecake. Oh my fucking god. Martine neemt er nu een hapje van. Super lekker. Smikkel de smikkel. Dit is zo lekker, die cheesecake. Lekker, hè? Volgens mij is er bastonjekoeken onder of iets dergelijks, hè? Zo, ik mik maar ergens in de hoop dat jullie en Martine en Saar zien. Ja. Die ligt tussen ons in. Met tegenlicht. Ja, in ieder geval, we wouden een einde aan bereiden. Jorik, die appte net dat hij mijn best kon komen halen. Alleen punt is dat hij nu niet meer opneemt. En waarschijnlijk een hele diepe slaap zou vallen. Waardoor ik alsnog met de bus moet. En de tijd is een echt gigantisch KUT. Maar we redden ons wel. We hebben het hier zo gezellig. Oh. En nee, we zijn niet dronken. We zijn gewoon jolig. Als jullie het vragen. Vroeger. Het is voor ons al heel laat. Ja. Nee. We zijn al oud. Nou goed, een hartstikke leuk. We hebben ervan genoten. Het ging veel te snel voorbij eigenlijk. We hebben nog extra om de tijd te rekken, nog even een extra kopje thee. Ja, 2 bakjes thee genomen daar of zo, maar mocht niet baat. Nee, de avond gaat toch snel voorbij, maar het was super gezellig. Ja, we gaan het voortaan elk jaar doen. En dit wordt een nieuwe traditie. Ja, nou, sorry, jongens, we hopen dat jullie een fijne kerstavond hebben gehad. Ja, en wat heb jij gedaan? Laat even weten en abonneer je even op To Women. En tot volgende keer. Doei! This is the lifestyle of To Women.